Hoi allemaal. Ik had een puttip voorbereid voor buiten, maar het is koud. Het ijs staat op de greens, dus we gaan naar binnen. En dan gaan we even een korte samenvatting doen van het jaar 2022. Wat hebben we behandeld in nieuwsbrieven of in video's of tijdens de masterclass? Nou, een van die belangrijke dingen, en die wil ik jullie even hier laten zien, was het belang van goed oplijnen. De putter wijst op het doel, de voetlijn staat daaraan parallel, dus links van het doel. En als je dan een poortje creëert, weet je op het moment dat je die bal goed strookt, als het blad recht staat, rolt die bal door het poortje. Nogmaals, putter op het doel, voetlijn parallel en wat je duidelijk kunt zien is die voetlijn zit links van het doel, links van het doel, links van het doel. En zo lijn je op en dat is cruciaal. En als je dan vaak genoeg die drill gaat trainen, met dat poortje, dan maak je een beweging permanent. Dus als het dadelijk spannend wordt op de baan, een belangrijke put, weet jij in ieder geval dat jouw bewegingsapparaat de juiste beweging maakt en die bal op het doel vertrekt. Maar nou gaan we even door naar het green lezen. Ik heb hier een makkelijk voorbeeld, een rechte put, 3 meter, lijn op het doek, ik strook, bal 1, ik strook, bal 2, ik strook, bal 3. En dan zullen jullie denken, oh dat is best makkelijk, want die lijn staat erop geprojecteerd en ergens is dit ook wel makkelijk. Nu ga ik even mijn iPad openen en dan ga ik het platform schuin zetten. Dus ik ga nou een percentage pakken van 2%. Ik ga dezelfde situatie creëren, zelfde afstand, zelfde platform, zelfde omgeving, alleen nu met een break van 2%. En nu ga ik nog eens een keer 3 ballen spelen. Ik focus mezelf op die lijn. En die zit er net niet in, dat is jammer. Volgende bal, ook weer focus op die lijn. Het is vrij makkelijk, want het green laser schakel ik nou uit, omdat ik die lijn heb geprojecteerd. Die zit er keurig in. En de laatste. Die trek ik er onderdoor. En nou zie je in één keer dat het scorend vermogen, het vermogen om die bal te scoren, zakt van 3 uit 3 naar 1 uit 3. En dat heeft natuurlijk alles te maken met die sloop die nu aanwezig is. En daar wil ik het met jullie eventjes over hebben. Het green lezen is cruciaal, want wat je net zag op die rechte lijn daar met het poortje en die rechte lijn hier. Als de lijn bekend is, als de lijn recht is, is het makkelijk om die bal op die lijn te spelen. Op het moment dat je dus een sloop krijgt, is het cruciaal dat je de lijn weet te vinden. Nou, hoe vind je de juiste lijn? Door de green te lezen zoals je een boek leest. Als ik een boek heb, lees ik zo, van onder naar boven. Ik kijk tegen het boek aan. Ik kijk er niet overheen. Ik kijk tegen het boek aan. En dat wil ik in principe met die green ook doen. Als de bal laag ligt en de hole zit hoog, dan zit ik achter de bal om van laag naar hoog tegen de green aan te lezen. En vice versa, als de bal hoog ligt en de hole laag, zit ik achter de hole om tegen de green aan te lezen. Dus lees van laag naar hoog en lees ook maar van één kant. Want als je van één kant leest, zie je ook maar één ding. En dan ben je veel beter toegewijd aan hetgeen wat je gaat doen. Tweede wat je moet weten, en dat weet ongetwijfeld iedereen al, veel spelers missen laag. Maar waarom missen de spelers laag? Je ziet hier die laserlijn recht naar het doel. We zien die curve nog steeds. En dit is het hoogste punt van de curve. Op het moment dat je die green leest en je ziet die curve, denkbeeldig, je ziet hoe die bal zou moeten gaan rollen, dan is dat hoogste punt van de curve niet het punt waar je op gaat mikken. Dat kun je heel duidelijk zien. Als ik nu een rechte lijn naast die curve ga trekken, je ziet nou heel duidelijk dat die rechte lijn een stuk hoger zit dan waar ik die marker heb neergelegd. Dus om die bal hier te laten rollen, zal ik hem hier moeten mikken. Dus het hoogste punt van de curve is niet het mikpunt. Het mikpunt ligt nog iets hoger. Dus dat is belangrijk om te weten.
Nou, het laatste, want wat jullie net terug konden zien in mijn voorbeeld. Toen ik die drie ballen ging putten, miste ik er eigenlijk twee vanwege snelheid. Het greenlezen was niet zo moeilijk, want de lijn is immers geprojecteerd. Alleen de snelheid. Dus uiteindelijk, als je een green leest, lees hem van laag naar hoog. En begrijp ook dat het mikpunt nooit op die curve ligt, maar iets hoger. En ga vervolgens heel veel trainen op snelheid. En snelheid is een soort van skills game, een vaardigheidsspel. Ik doe het nog een keer voor op die achterste hol. In plaats van dat ik die bal direct naar de hol ga putten, put ik de eerste bal te hoog. En die laat ik boven die hol eindigen. De tweede bal put ik tussen die bal en de hol. Dus je leert daar al mee om niet op die hol te putten. En je ziet, het is niet zo heel makkelijk. En de laatste bal, dan ga ik ervoor. En ongeacht het resultaat van die ballen, dat maakt niet zoveel uit. Het gaat erom dat je hoog, midden, in. Of eventueel laag, midden, in. Gaat trainen op een gevarieerde manier, waardoor de standaard situatie een stukje makkelijker gaat worden. En dat is een derde belangrijke tip om jouw greenlace-vaardigheden, en niet zozeer de leesvaardigheden, maar de spelvaardigheden onder de knie te krijgen. Nou, ga je voordeel doen met deze tip en maak van 2023 een perfect jaar om te gaan putten.